Ik ben Martijn Fischer, ik ben een acteur. En ik speel in deze serie Ron. Normaal gesproken, als je een serie draait, dan zijn alle tekst uitgeschreven. En hier werken we met een treatment. Dat wil zeggen dat de situatie is uitgeschreven. En wij eigenlijk die situatie met elkaar improviseren. Dus we spelen eigenlijk ter plekke. Verzinnen we de tekst en maken we de tekst. Hele goede, leuke, efficiënte manier van werken. Ik vind echt het allerbelangrijkste bij het maken van zoiets, is met wie je dat doet. Toen ik dus hoorde wie er meedeed, ja, dat teken ik gewoon echt gewoon meteen op in. Omdat je weet dat dat goed komt. Gewoon omdat het leuk is. Dat helpt zo ontzettend mee. Ik heb met Jeroen heb ik al dingen gedaan. En met Carly een film gespeeld, Rokjesdag. En Britt Lacher, daar heb ik mee. Dat was haar stage, speelden we samen bij Okata. Dus ja, het zijn allemaal mijn vriendjes. En Huub Smit. Ja, daar heb ik net ook een film mee gedraaid. Tikkertje dat. Dus ja, dat is het leuke ook aan. Je kent elkaar allemaal een beetje. Dus je weet ook met dat improviseren wel welke kant je wel en welke kant je niet op kan met elkaar. Die man was doodziek. We zorgden met z'n allen voor hem. Doe even normaal, man. Idioot. Als je acteur bent, dan speel je gewoon wat er op je pad komt. Ik heb ook André Hazes gespeeld en daar heb ik ook niet zoveel raakwerk mee. Behalve dat ik vind de mensen zo uitzien. Nou, bedankt dan. Ondanks alle hevige materie, alle moorden en misdaad die er gepleegd wordt, is iedereen eigenlijk best heel goed gemutst. En ja, het is natuurlijk ook lachen. Het moet best wel snel gedraaid worden. En dat levert ook een bepaald soort prettig soort energie op eigenlijk. Dus dat vind ik, iedereen is gewoon heel gefocust met zijn ding bezig. En dan hangt wel een lichte sfeer. Het is leuk.